Het is op zich hartstikke mooi dat we hier bij het Pop 3 evenement zijn. Ontzettend veel energie, ontzettend veel initiatieven en ook heel veel uitwisseling van kennis. We zijn hier vanmiddag bij elkaar met een enorme groep eigenlijk mensen die houden van innoveren en ondernemen op het gebied van voedsel, gezondheid en groen in de landbouw. Als waterschap vinden we een gezond bodem- en watersysteem natuurlijk belangrijk, maar dat is voor de agrariërs zelf ook, want het is eigenlijk de basis voor een gezonde bedrijfsvoering. Een voorbeeld is de Lasting Fields, waarbij je met hele kleine machines over het land gaat rijden, wat resulteert ook in een betere bodemstructuur en minder middelengebruik. Het ministerie staat natuurlijk open voor ideeën om die duurzame toekomst, om dat samen in te vullen. In Flevoland willen we de innovatieve sector agrarisch ook blijven opbouwen. En wat wij nu willen is dat de grote maatschappelijke opgaves rondom de energietransitie, de voedseltransitie, maar ook de circulaire economie zich gaan verbinden met onze landbouwsector. En dat daar nieuwe initiatieven uitkomen die we in Flevoland met elkaar gaan oppakken, zodat we de landbouw in Flevoland op een hoger niveau brengen. Zodat de landbouw weerbaar is voor de toekomst, concurrerend is en duurzaam.